Ik ben betrokken geweest bij een vechtpartij enige jaren geleden. En daarmee heb ik een stomp op mijn oog gehad. Ik heb daarbij oogletsel opgelopen. 8 operaties in 2 jaar hebben ervoor gezorgd dat ik 50% in mijn rechteroog kwijt ben qua zicht. En daardoor kan ik mijn wijkagentschap niet meer uitoefenen. Dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, dat is ook zo. En ik vind het soms wel eens lastig om het te realiseren wat ik kwijt ben. Maar ik ben ook heel blij wat ik nog overhoud, want ik kan nog heel veel wel. De aankondiging van zijn vertrek na 10 jaar maakt veel los. De wijk van Bart Weijermans heeft de agent in het hart gesloten. De buurtpreventievereniging heeft ook de naam Bart. Dat betekent ook blijf alert, reageer tijdig. Maar het heeft natuurlijk heel erg ook oorsprong in Bart Weijermans, deze naam. Maar het zegt wel wat over hoe wij met Bart en Bart met ons omgaat. Op deze manier bedanken voor wat je voor mijn ouders hebt betekend. Je was een wijkagent en gelukkig was je dat in Bussum. Je oprechtheid, jouw invulling van je beroep en gewoon hoe je bent als mens onnavolgbaar. Als mensen de moeite nemen om jou te benaderen, om een mailtje te sturen of anderszins, ik heb kaarten gekregen. Ik heb ze allemaal bewaard en dat doet je gewoon goed. Ja. Wat betekent dat hij vertrekt? Nou, dat vinden we heel jammer. En dat hoor ik dus ook van mijn klanten. Eigenlijk is een paar keer per week wel iemand die zegt van God, heb je gehoord dat Bart ermee stopt of zo? Ik zeg, ja, dat klopt. En hij zal zeker gemist worden, dat weet ik wel. En ik hoop dat er een hele goede opvolger komt. Want anders halen we hem zo terug. Of hij wil of niet. Ga je goed, jongen. We zien elkaar vast. Dat is goed. Tot ziens. Okay. Tot ziens. Hoi, hoi. Hoi, dag. Is er nog een beetje weemoed? Dat zal altijd blijven. Want dit is echt mijn wijk, hè. Mijn als bezittelijk voornaamwoord. Ja.